Dinsdagavond ging bij Tresor en het Fries Filmarchief de première van de filmcollectie van Johannes Doedes de Jong in première. J.D. de Jong was Fries dichter, fotograaf en journalist. De films van de Jong zijn vorig jaar door zijn dochter aan Tresor geschonken. In het kader van de festiviteiten van 10 jaar Tresor zijn de 31 films door het Fries Filmarchief gedigitaliseerd. De Jong maakte bedrijfsfilms en filmde regelmatig, terwijl hij als fotojournalist voor de Friese Courier, later de Leeuwarden Courant, en het Fries Landbouwblad door de provincie onderweg was. Natuurbeelden, shots van het landschap en impressies van schaatsen en zeilen. Een van de Jongs bijzondere verdiensten als fotograaf was zijn registratie van de Friese landbouw in de jaren 50 tot 70 van de vorige eeuw. Hij publiceerde regelmatig foto's in het Fries Landbouwblad. Een deel van zijn filmmateriaal bevat dan ook beelden van het boerenwerk. Zijn filmregistraties van keuringen van het Fries Rundveestamboek in Leeuwarden zijn van bijzondere waarde. Voor deze première was een compilatie gemaakt uit de films. Vandaag ziet u filmbeeld van J.D. de Jong en hoort u door hem gemaakte gedichten. Het Fries Filmarchief digitaliseerde de filmbeelden en combineerde dat met de gedichten. Adi is nacht. Tolvoeren. Wij skoen op nijverus boord in een wielende stream en kringen me kwarren voorbij om wat jilt of een edele dream. En als slacht reer van bloed ek het zocht tjene wal, waar sjocht om op zijn wij, zingt us boerman, wij jij nog namst de voelder us doel efternij. Als een dwiljas die het boppen us tocht een neonvlam helst in de jong, maar baant er een enkel liets licht voor het skip dat zijn haven net voelt.